Jullie zijn onlangs helden geworden. Jullie zetten in op de Global Goals doelstelling goede gezondheid en welzijn. Maar wat doen jullie nou precies? Ja, Seniorentheater De Rimpel komt elke week bij elkaar, elke maandagmiddag. En wij maken theater. En soms heeft dat een doel, dan maken we een voorstelling bijvoorbeeld. Of we maken een project waar we mee de boer op gaan. Of we maken een film. Maar we komen sowieso elke maandagmiddag bij elkaar om met theater bezig te zijn. Dus we maken scènes, we maken voorstellingen. Ik geef ze spelopdrachten. Zo zijn ze ja, een paar uur bezig met theater maken. Ja. Kun je mij ook vertellen hoe jij op dit idee bent gekomen? Ja, ik wilde heel graag iets met ouderen doen. Omdat, ja, mijn hart zei van ja, die zitten maar thuis te breien en te bingoen. Maar er zijn toch ook wel een heleboel ouderen die het leuk vinden om iets anders te doen. Een uitdaging te hebben. Dus toen dacht ik van nou, als ik nou een eigen theatergroep bij elkaar sprokkel, dan is het wel leuk als zij ook theater kunnen maken. En wat kunnen mensen of bedrijven vandaag al doen om bij te dragen aan dit doel? Ja, wij proberen natuurlijk zoveel mogelijk voorstellingen te spelen elk jaar. We hebben een voorstelling over mantelzorg, een voorstelling over gelukkig ouder worden. En we zijn met een nieuwe bezig over eenzaamheid. En het is natuurlijk wel fijn als wij op zoveel mogelijk plekken te zien zijn. Dat is natuurlijk niet goedkoop, want er zijn 11 spelers die allemaal een zender om moeten. En er moet begeleiding mee en er moet een geluidsman mee. Nou, en in die zin is het altijd fijn dat er wat middelen zijn, zodat wij die voorstellingen kunnen spelen. Daar is wel geld voor nodig altijd. We hebben ook een website, www.seniorentheaterderimpel.nl. Zo heet de groep De Rimpel. En dus als iemand meer informatie wil, dan moet je daar even kijken.